vorige zaterdag 9 uur in de ochtend op de Westvaarddijk in Grimbergen, vlakbij de verbrande brug. Een groepje halfbevroren kindertjes en hun ouders staan te wachten op 's werelds populairste bisschop. Niemand minder dan Sinterklaas. Om enkele verkleumde botjes malen deze jongens en meisjes niet, want zo dadelijk komt de goedheiligman hen oppikken met zijn legendarische stoomboot voor een tochtje naar Vilvoorde. Allemaal braaf geweest? Ja! Ja! De deelnemertjes aan deze mini-cruise zijn allemaal blije vipjes, want het zijn de laureaten van de grote Sinterklaas-stekenwedstrijd die elk jaar op poten wordt gezet door de stad Vilvoorde, de lokale handelaars en Ring TV. De Klaasboot kiest het Ruimesop en Johan Klaus, de Vilvoordse schepen van jeugd en feestelijkheden, roept de winnaars van de tekenwedstrijd één voor één bij de Sint. Dag kindjes, komen jullie straks jullie cadeautje halen? Ja! Per leeftijdscategorie krijgen 10 jonge kunstenaars een aanmoedigingsprijs en 3 topartiesten een hoofdprijs. En dan zou ik graag hier beneden bij de Sint en de Pieten krijgen Inas Ben Abdelkader, Tobi Rogge en Arthur Snaat, wat feestgezelschap. En een zak vol cadeautjes. Jullie hebben dus een tekening gemaakt voor de Sint. En vertel eens, wat heb jij getekend? Dat weet ik niet meer. Weet het niet meer? Ja. Want als die zorg, je hebt toch een prijs. Wat heb je gewonnen? Zwarte ballen. Wat heb jij getekend? Een Zwarte Piet. Gewoon maar Zwarte Piet, een portret? Ja. En dan krijg je van Sinterklaas een mooi cadeau. Goed. Ah, voilà. Na een voorspoedige reis doemt de parel van de Zennevallei op aan de Einder. Op de steenkaai in Vilvoorde staat een massa uitgelaten peuters en kleuters. Zie ginds komt de stoomboot te zingen. Mark van As, de burgemeester van Vilvoorde en schepen Albert Absilis, geloven rotsvast in Sinterklaas. Daarom mogen zij de heilige uit Spanje officieel verwelkomen. Sinterklaas, welkom. Welkom in Vilvoorde. We hebben hier, ik denk, 1000 kindjes die op u staan te wachten. En er zijn er nog veel meer in de stad. Nadat zij hem ervan hebben overtuigd dat ze het voorbije jaar braaf zijn geweest, schrijft de Sint wuivend en handjesschuddend over de steenkaai. Terwijl zijn Zwarte Pieten kilo snoep uitstrooien over de menigte. Sta je lang te wachten hier? Ja. Hoe lang? 1 minuutje. 1 minuutje. Zeg, en ga je iets vragen aan Sinterklaas? Een cadeautje? Nee. Je moet niks hebben. Zwarte Piet! Dankjewel. Hola, hola, hier hebben we het zitje. Dat is flink hoor. Ja. Dat is flink hoor. Ik maak nooit niks. Lekker snoepjes. Van wie heb je die gekregen? Van Piet. Wat zou je graag hebben van de Sint? Barbie. Een Barbie. En snoepjes. Een pony. Wat, een koning? Een pony. Ah, een pony. Een echte pony. Nee, nee. En Popma. Nog zeer lenig, hè? En dan gaat het met paard en kar richting stadhuis, waar nog eens honderden kinderen op de Sint staan te wachten. Zachtjes gaande bij de voetjes, trippel, trappel, trippel, trap. Is het paard van Sinterklaasje, stippe, stappe, stippe, stap. Schimmeltje draagt met gemak, Sinterklaasje overdag. Eens binnen in het stadhuis botst Sinterklaas op een argeloos trouwpaar. Nog vlug geeft de kindervriend de bruid en bruidegom zijn zegen en enkele tips voor een harmonisch huwelijk. Vervolgens bestijgt de Sint zijn troon en wacht rustig af tot de deur van het stadhuis opengaat en de ongeduldige menigte wordt binnengelaten. Het zal nog een zeer lange dag zijn. We ontvangen nu, denk ik, ik weet het niet hoeveel er staan, maar naar het schijnt toch een 400-500 kindjes te wachten aan het stadhuis. We gaan die één voor één ontvangen, we gaan die allemaal een cadeautje geven. En van de namiddag gaan we dan met paard en koets, met al mijn pieten, door de stad rijden. Schimmeltje draagt met gemak, Sinterklaasje op de kap. Schimmeltje slaat met gemak.
een mooie boot van Sinterklaas. Dat ben ik begrepen.